Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video en in deze video heb ik weer een review voor jullie. Dit keer weer een review van haaknaalden. Ik heb hier een setje haaknaalden binnengekregen die ik besteld heb op AliExpress. En ik ga deze dus nu eventjes voor jullie op beeld een review geven. Ik ga weer een setje haaknaalden reviewen voor jullie die ik besteld heb op AliExpress. Deze set is een 8-delige haaknaalden set. En die heeft mij in totaal €2,44 gekost. Dus dat is ook niet prijzig. Komt van Ali. En over het algemeen heb ik altijd zo'n idee bij AliExpress van het zal niet heel veel soeps voorstellen. Nou heb ik natuurlijk al een keer eerder een naaldenset gereviewd van AliExpress. En die verbaasde mij enorm. Dus ik ben nu wel ietsjes voorzichtiger geworden door te zeggen van dit zal wel troep zijn. Want die andere set heeft daadwerkelijk bewezen dat Ali toch ook echt wel kwaliteitsspullen kan leveren. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze set. Laten we ze er allereerst maar eens eventjes uit het zakje vandaan halen. Zo, het zakje van de kant. Allemaal verschillende kleurtjes. En staat op het handvat. Dat zal voor jullie waarschijnlijk niet te lezen zijn. Er staat Leyuan. Dat is waarschijnlijk het merk. Ik heb geen idee of ik het goed uitspreek hoor. Mijn buitenlandse talenknobbel is niet al te best. Dit is dan een maatje 5,5. Een maat 6. Maat 4,5, 3,5, maat 5, maatje 4, 3 en een 2,5. Nou, dat zijn op zich allemaal natuurlijk gangbare maten. Wat ik tijdens het aanraken en het verschuiven al merkte, is dat de handvaten echt van hard plastic gemaakt zijn. Je kan erin knijpen wat je wil, maar er zit echt geen beweging in. Het is echt knetterhard. En moet ik even kijken op welke naald het nou was. Eén naald leek wel helemaal onder krassen te zitten, of ik zag het gewoon verkeerd hoor. De krassen, ja, kijk deze. Het zal waarschijnlijk op beeld ook niet goed zichtbaar zijn, maar deze naald zit echt vol met krassen. En als ik er ook met mijn nagel overheen ga, hoor je het. Ik kom even wat dichterbij, zodat het ook op beeld duidelijk te horen is. Jullie zullen het waarschijnlijk niet zien, omdat mijn camera erg wazig is, maar het stikt echt van de krassen op deze naald. Dus dan is voor mij wat dat betreft een naald al afgeschreven. Dus maatje 2,5. Toedeledokie. Die ga ik niet gebruiken. Zo op het eerste oog verder. Als ik het vasthoud. Ze voelen echt extreem licht. En ik vind het zelf nooit echt heel erg prettig om mee te werken met een extreem lichte haaknaald. Ik moet altijd mijn haaknaald goed kunnen voelen qua gewicht, dat ik echt wat in mijn hand heb zitten. En dat heb ik dus bij deze totaal niet. Het weegt echt helemaal niks. Oh. Het handvat is dus ook buigzaam. Wat dus betekent dat die metalen haak niet door het hele handvat heen loopt. Oké.
Dus dan loop je uiteindelijk ook het risico dat die haaknaald hier ingelijmd is en dus uiteindelijk misschien zelfs loskomt van het handvat. En dan heb je dus helemaal niks meer aan je haaknaald. Oké, dat zou kunnen, maar goed. Wil niet zeggen dat het vervelende dingen zijn. Ik leg de andere even aan de kant. Ik ga eventjes proefhaken. Maar je begrijpt dus met naaldje 2,5 ga ik niet proefhaken, omdat die vol met krassen en butsen zit. Dus daar blijf je garen gigantisch achter hangen. Dus die is voor mij wat dat betreft al afgeschreven. Maar we gaan gewoon eventjes met een naald 4 even testen hoe het haakt. Nee. Merk het al. Hier echt in dat schuine deel, schuine dunne deel van de haaknaald, dat je echt je garen inzet, zeg maar. Daar stikt het ook van de butsen. Ik merkte dat al aan mijn garen, dat het bleef er een beetje achter hangen. Met als gevolg dus dat je garen uiteindelijk gigantisch gaat lopen pluizen. Nou, dat is niet eens alleen bij de kop, het zit ook binnenin en op de steel verder, wat ik dus in eerste instantie zo niet zag. Dus ik denk niet dat deze haaknaaldenset wat is. En het handvat op zich, het duimstuk, dat houdt wel prettig vast. Het is niet echt een anti-slip. Ik glijd er eigenlijk ook best wel makkelijk van af. En qua formaat van het handvat, zoals jullie misschien inmiddels wel weten, ik heb een rare tik om mijn haaknaald hier tussen mijn ringvinger en mijn pink door te laten komen. En deze is daarvoor net even ietsjes te klein, waardoor dus deze punt hier tussen mijn vingers gaat lopen irriteren. En het is ook geen gladde achterkant. Het is echt zo'n ja, afgeknipt, afgefijld stukje wat hier bovenop zit. En dat schuurt dus echt behoorlijk over mijn huid hier tussen mijn vingers in. Dus, conclusie. Dit is echt, sorry dat ik het eventjes plat en grof ga zeggen, dit is echt goedkope troep. En natuurlijk gemeld dat deze haaknaalden, de link, die plaats ik onder deze video. En ga ik heel leuk afsluiten met, oh wat. Word je enthousiast van deze naalden? Nou, hieronder kan je ze kopen. Nou, ik ben dus niet enthousiast over deze haaknaalden. Ik zou echt zeggen, klik niet eens op die link. Ik plaats hem er wel, maar klik er niet op. Want dit is echt, echt waar. Sorry dat ik het zeg en dat ik wat kort door de bocht ben nu. Maar dit is echt waar goedkope troep. Dit zou ik nog niet eens cadeau willen doen aan iemand. Dus als zich die één naald, het stikt van de krassen. Dus die kan je eigenlijk al nagenoeg niet eens gebruiken. Naald 4 die gebruik ik net met testhaken. Ik merk gewoon altijd dat mijn haak of mijn garen hier bij het kopje blijft hangen. Nou, en dan ben ik eigenlijk al klaar met zo'n hele set. En ik zit nu ook naar de grootste maat te kijken. Dus de naald 6. Er zit ook een enorme buts hier op de achterkant van die naald. Dus ik weet al, deze naald gaat me ook echt gigantisch irriteren hier al. En ook hier zie ik allemaal butsjes en krassen op zitten. Dus nee. Al kort en bondig. Deze haaknaaldenset van Ali. Troep. Beveel ik jullie dus niet aan. Ik zet voor de sier hier onder deze video wel de link neer. Maar onderneem geen moeite. Laat maar gewoon gaan.
Dit is echt waar goedkope troep. En dit zou ik ook echt niemand aanbevelen. Ik zou het niet eens cadeau doen aan iemand. Dus nee, dit is echt een slechte review. Helaas. Ik had gehoopt dat ik nog een keertje mazzel zou hebben met alienaalden. Omdat ik natuurlijk al een keer mazzel heb gehad. Maar helaas, meer kan ik er niet van maken. Echt troep. Meer kan ik er echt niet van maken. Helaas. Dat was dan mijn review van deze haaknaalden. Zoals je al hoorde, niet al te positief. Dus ik denk dat deze ook in de kliko gaan belanden. Maar mocht je eventueel, ondanks mijn negatieve review, toch deze haaknaalden willen aanschaffen, ik zal onder deze video in de beschrijving hieronder eventjes een link plaatsen naar de desbetreffende shop. Houd er alleen wel rekening mee dat die shop eventueel verdwenen kan zijn, want niet alle shops blijven eeuwig op AliExpress staan. Maar goed, je kan er eventueel eventjes gaan kijken om ze aan te schaffen, mocht je dat willen. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zou het heel erg leuk vinden als je je ook abonneert op mijn kanaal. Doe dat door eventjes een klik te geven op de rode abonneerknop. En wil je nou echt helemaal niks missen van mijn kanaal, druk dan ook eventjes op het belletje naast die rode abonneerknop. Want dan krijg je automatische melding als ik een nieuwe video op mijn kanaal plaats. Voor nu dus, heel erg bedankt voor het kijken. En wie weet, tot kijk in een van mijn andere video's. Doeg!